Daardoor is deze huiskamer omgetoverd tot een klein concertzaaltje. En zo zien we het graag. We zijn vanavond bij de familie Meijnema te gast. Ik denk dat de familie Meijnema een begrip is in Harderwijk. Maar wat ook een begrip is, is dat eigenlijk de kunststichting Harderwijk hier een beetje geboren is, denk ik. In ieder geval heeft de oprichter van de kunstkring, Simon Meijnema, hier een heel belangrijk deel van zijn leven doorgebracht. En van hieruit gestimuleerd om met muziek bezig te zijn. En uiteindelijk is de kunstkring daaruit voortgekomen. Dus daar zijn wij Simon erg dankbaar voor. Niet alleen dat hij de kunstkring heeft opgericht, maar ook dat hij zijn ouders heeft omgekletst om dit huis, deze woonkamer, is. Er staan heel veel dingen in. En ook nu nog. De meeste dingen zijn eruit. Die hebben wij verhuisd naar elders. Maar mijn vraag is toch aan u om straks als die ding gaat staan, om toch eventjes wel zorg te hebben voor dat alles wat er nog wel staat, dat dat ook in goede orde blijft. En speciaal de camera, Henk, is een belangrijk ding. Het moet ook allemaal heel blijven. Zoals u waarschijnlijk gezien hebt, hebben we een gewijzigd programma. De altviolist kon helaas haar verplichtingen niet nakomen. En dat betekende voor Ben Roels dat hij vanavond voor ons het concert in zijn eentje gaat verzorgen. En dat is niet gering, denk ik, om dat nog even in een vrij korte tijd zo om te bouwen. Vandaar dat er hier ook wat muziek staat. Dat is meer psychische steun, denk ik. Want volgens mij kan hij het allemaal wel uit zijn hoofd spelen. Maar hij heeft al wat psychische steun aan het papier. We hebben vandaag het programma, dus ook een beetje anders. U kunt het lezen in het gele boekje. Voor de pauze hebben wij Liszt. En na de pauze hebben we Chopin. Die twee hebben wel veel met elkaar te maken. Het zijn eigenlijk leeftijdsgenoten. Min of meer hetzelfde jaar geboren. Chopin is wel heel wat eerder dood gegaan. Eigenlijk is Liszt wel bijna twee keer zo oud geworden. Ze hebben elkaar in Parijs ontmoet. En Liszt had grote waardering voor de capaciteiten van Chopin. Liszt had sowieso heel veel waardering voor capaciteiten van andere kunstenaars. Hij heeft zich ook erg met de dichtkunst bezig gehouden. Hij heeft veel gereisd, was een echte Europeaan. En sprak onder andere, las ook Italiaans. Dus hij heeft die gedichten van Petrarca, waar het concert mee begint, die heeft hij ook gewoon zelf in het Italiaans gelezen en uiteindelijk verwerkt tot deze muziek. We horen vanavond twee van de drie sonetten. En daarna nog een aantal andere stukken, die kunnen we lezen. Dan hebben we pauze. Nou, dat is altijd even een rommelig moment. Daar moet ik ook even wat mededelingen voor doen, zal ik even gelijk nu doen. Het toilet voor niet-rokers bevindt zich hier. En het toilet voor rokers bevindt zich ver weg. Dus de rokers die moeten door de voordeur, een ommetje in de garage en dan kunnen daar omhoog naar beneden. En weer omhoog. Ja. En dan, ja, dan wijst het zich dan. Als het tenminste daar niet blauw ziet van de dam. Maar ik zou zeggen, rokers, gaat de geur af, dan kom je er vanzelf. En daar is, als je dan omhoog gaat, is daar dus ook nog een toilet, hè? Ja, in het oude kantoor. En daar wordt ook koffie geschonken. En dan wil ik nog even, daar is ook nog koffie voor rokers, dat is hetzelfde koffie. Ook gratis. Goed, dan nog even een paar andere huishoudelijke mededelingen. We willen geen mobieltjes horen tijdens het concert. Dat is verschrikkelijk als je dat hoort, dan word je helemaal gek. Dus ik zou u even willen vragen, wil u mobieltjes controleren, echt uitzetten? Het zijn alle klokken, telefoons, deurbellen uit. Deurbellen. Ja. Goed, dan gaan wij Ben Roels vragen om voor ons het eerste gedeelte van dit concert, het Liszt gedeelte, te vertolken. Ik wens u een hele fijne avond.